Ja, maar we kunnen het Ik net zo heb er goed nog onder de drie. grond doen hoor. Want serieus, onder de Nee, grond onder de kwamen grond we. is fucking Tommy, moeilijk, Tommy, joh. Tommy. Onder de grond kwamen we verder de vorige keer, hè? Dus. Ja, maar dat was omdat we toen echt met z'n drie waren. Ik was nu in één keer random gecrashed, hè? Je vond mij van Joris en Boomerang wel leuk. Nee, ik was in één keer random gecrashed, dus. Ja, oké, maar dan maar nog. Het enige waarin. Oh, wat... ik heb trouwens wel een boog voor jou. En hoe ging Joris eigenlijk dood? Want dat heb ik helemaal niet zo. Ik had niet eens een goed range zwart. Want, ja, nu hebben we allemaal echt iets goeds van range, dus. Want ik heb toch een boog. De shurikens zijn niet echt heel goed voor dat ding. Pink? Nee, shurikens die zijn echt alleen maar goed voor de creepers. Daarna is het echt gewoon bow of iets van range. Echt van range. En een gun hebben we ook nog niet. Oh, maar die ga ik niet gebruiken, want die hit veel te weinig. Ja, maar hij hit sneller dan een fucking boomerang. Nou, ja. Als je raakt die. Jori, hoeveel damage heeft die boomerang? 14. Oké, ja, dat is wel voor mij een enorme upgrade van 14 naar 20. Maar ik heb ook murderers, hè, dus die heeft allemaal buffs van meer damage, meer speed en zo. Kingo, loop eens door. Fucking nice. Fucking chill. Ik kan er niks aan doen. Wacht, had een van jullie niet zo'n anglet of zo, zo'n speed ding? Nee, die had 3 defense, dat was deze. Increased, 5% movement speed en... Ja, daarom, ja, okay, alsjeblieft. Ja, ik net zeggen, dan mag jij hebt wel een beter ammo dan mij, maar dat maakt niet uit. Oh ja, ik heb nu 10 defense trouwens. Maar, ja, het ging mij echt gewoon om die 3 defense, maar oké. Oh, wauw. Ja, maar dan ben ik tenminste iets Hè? Sneller. Dan Hoe kom ik aan 17 defense? 17? Ik heb alleen tin. Oh ja, ja maar met tin die is best goed hoor. Ik heb nog niet eens tin. Ik heb 1 tungsten, 1 tin en dan nog... Wauw, ik heb nog steeds woeden broek en dat heeft 0 defense. Hoeveel defense heb je dan? Ik heb in totaal nu 10. Ik heb nog maar 6. Ik heb 2 dingen van Iron. 17, what the fuck? Ja, hier Tommy. Oh, dat zou best wel dat de reden kunnen zijn waarom het zo kut ging nu. Want jij kan het lang overleven op die manier. Echt heel lang. Nou kijk, ik heb ik totaal geen armor. Dat vond ik echt, dat baal ik echt wel, weet je wel. Ja, oké. Okay. Maar ja, je hebt hier je herkansingen en ook van ons, dus... Nou. Hey, weet je wat we eigenlijk moeten doen? Gewoon even skippen dat we die dingen verzamelen, of... Ja, daar ben ik het wel mee eens. Daar ben ik het wel mee eens. Oké, jongens. Dus we zijn hier terug in de Crimson. Of tenminste, nog even hierover. Of bij dat dingetje. En dan gaan we gewoon lekker even al die dingen verzamelen. En zodra we er weer 15 hebben, zijn we terug. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus tot zo. Tot zo. Oh, gebruik je boog nog niet, man. Die heb je echt nog nodig dadelijk, joh. Oh, ik lag ook als best. Okay, ik blijf wel gewoon lekker doorfilmen. Maar... Wacht, ik ga naar boven doen, hoor. Boven komen er fucking veel. Nee, wacht. Oh ja, dat kan in principe. Nee, maar ik wil eigenlijk nog wel kijken of ik misschien wat betere shit daar beneden kan vinden. Gewoon rennen wat dingen killen. Kijken of ik items kan. Of van die harde kapot maken. Ja, ik vind het goed. Ik heb ook nog geen. Nog niet zo'n ding. Zo'n. Wat kon je trouwens ook allemaal vinden in die kist? Toch ook bepaalde dingen? Je kon volgens mij zo'n axe of zo kun je vinden in een van die. Ja, harde. Inderdaad. Ik neem trouwens nog wel op. Voor, ja, ik ook, tuurlijk. Want ik denk dat ik misschien wel gewoon af en toe weer een keer ga, als ik echt iets epic vind in zo'n hart, dat ik weer even snel film. Ja, we kunnen ook gewoon die verharde killen en 3 en dan nog een keer proberen. Ja, en dan gaan we wel dat, dood, he, want het is hier wel echt moeilijk. Hé, hey, maar 15 vertebras, dat is toch zo gevonden? Ja, ja ook wel. Heb ik heb er nu weer 1, dus. Ik heb er al 2. Ik heb 4. Oh, wauw. En je krijgt er ongeveer 8 als je dat ding zelf killt. Oh, wauw. Nice. Ik heb hem al een paar keer gekild. Ja, dat zei. Oké. Gewoon puur uit verveling, gewoon. Nee, ik kan hem nog wel een paar keer. Ja, Jori, dat had. Oh! Zag je die redding? Ja, van jou wel. Handig! Ja, Jori. Wow! Die redding was echt perfect, gewoon. Maar echt serieus, de volgende bos moeten we serieus gaan minen, hoor. Ja. Nee, maar... Ik bedoel, ik heb totaal geen armor eigenlijk. Ik vind dat ik. Juri, als we die boss hebben verslagen, kunnen we een pantsje maken van Crimson. Weet je fucking wat dat is. En hierna gaan we waarschijnlijk nog een paar keer uit. Nee, we zouden eerst even pickaxe voor mij moeten maken, kerel. Want ik heb nog geen pickaxe. Oh, goed. Maar ik heb echt is nog het maar. Nou een Crimson slime? Het enige wat ik heb is een Iron Helmet en een Iron Greaves. Ja, oké, daar ben ik wel mee eens. Juri krijgt wel even wat dingen. Oké, maar ik meen even wat dingen. Ja, maar Juri heeft het allemaal nodig, maar ik heb nog steeds geen pickaxe. En die wil ik eigenlijk het liefst, en dan mogen voor jullie van mij... Oh, ik heb ook een Crimson Rod nu. Dat allemaal, An horrible chill goes down your spine. Ja, oké, dus... Boven... Ja, we verzamelen gewoon allemaal van die dingen. Dit is wel echt een pokken... Ik ga dit allemaal weghalen. Net als ik weg kan halen, want ik kan die andere dingen kan ik niet weghalen. Waarom doen die dingen zo tering veel schade?
Wie? Ja. Wat? Waar, wanneer? Wauw. Oké, ik heb er 3. Oh, ik heb er ook alweer 3. En Jury, hoeveel had jij er? 4 toch? 5 al. Oh, nice. Oh, dan moeten er nog maar 4. Wauw. Oké. Wacht even, ik heb ook... Burn, motherfucker! Oh, help, Tommy, kom hier. Wat is er? Ja, nee, gewoon zo'n ding zit me te kutten. Kom zo snel mogelijk en mogelijk, dat duurt altijd even. Klop. Kom even hier. Oh, wow, Tommy. Ja, jongen, ik ging vast ofzo, ik kon helemaal niks. Ja, dat is echt hieronder, dan bedoel ik. Hieronder zit er zo'n stukje waar je altijd vast komt te zitten. Daarom ja, daarom gingen wij de vorige keer ook dood. Mm-hmm. Maar wij konden gewoon helemaal niks meer doen. Kan je even dit weghalen dan? Nee, ik heb die pickaxe er nog niet voor. Oh, oké. Okay. ik heb nog een iron pickaxe, die kan hem nog niet hakken. Mhm, I know. Zie je? Ja. Oh, er komt een face monster. Zit hier een hart? Yep, en je zit een hart. Oh, hier zit ook weer zo'n fetcher pearl, heb ik al. Ik heb er nu 4. Hier, oké. Jury, kom je weer naar beneden? Ik vind het ook best wel vet, dat blauwe zo. Mhm. Maar we gaan hem hier gewoon beneden vechten dan, hè? Ja, is goed. Kijk dat blauwe dan. Dat fucking chill. Moment, dat geeft echt zo'n... Zo'n sfeer. Oké, een echo screams around you. Oh, wat heb ik? Oh, ik heb hier een Undertaker. Wie wilt een Undertaker? Ik heb hier nog. Wat is een Undertaker? Oh, wacht. Jury, heb jij al een goede range wapen, ja of nee? Want... Ja, alleen die boomerang. Oh nee, dan geef ik je gewoon die gun en eventjes de musketballs die ik kreeg. Het zijn er 33, dus je moet er zijn nog mee doen. Hallo. Lekker veel schade inderdaad, deze dingen. Deze geeft echt veel schade, jongen. Oké, jongens, dus we gaan gewoon hier zo alles doen. Wacht even, ik maak even een pad zodat we ook snel naar boven kunnen rennen. Mocht dat nodig zijn. Ja, maar dan moet er één iemand moet dat ja, Jury, komt daar. Wat, hebben we nog niet genoeg vertebrae dan? Vertebrae. Ik heb 5. Zullen we gewoon summonen met de laatste hart? Wacht. En dan die vertebrae gebruiken voor stel dat het mislukt? Oké, is goed. Oké, wacht, anders filmen we nu gewoon weer, oké? Ja, ik film weer. Oké, ik zeg... Oké. Ja, ik zag wel dat we terug zijn. Oké, jongens, we zijn terug en we hebben hier een beetje een arena gemaakt. Een beetje verlicht met dingetjes, met flares. En we gaan dus hier vechten. We hebben een plan, dat is gewoon... We gaan van die harde mollen. We moeten ergens nog één hard zoeken. Ik weet niet waar er nog eentje zit. Ja, maar... hier linksonder of rechtsonder zat er nog eentje, dacht ik. Hier, hoor, waar ik ben. Maar dat heb jij afgesloten, dus... Oh, wacht, ik kijk wel even. Oh ja, dat zou wel kunnen. Oké, maar hoe heet het? We hebben al 2 harde gemold en bij de derde spant hij. Wat kregen we ervoor? Ik kreeg in ieder geval een Crimson Rod, dus dat is zo'n ding. Fucking cool. Oké, dat ding heeft echt veel hoor. Ja, eigenlijk wel. Ik ga hem gewoon hieronder zit hij, hier. Oh, oké. Maar het is best wel diep, dus ik weet niet. Ja, maar in ieder geval het tweede item wat ik ook nog kreeg uit dat tweede hart, dat heeft Jury nu en dat is zijn tweede Undertaker. De Sunken. Oh ja, inderdaad. Maar goed, ik ga het... Wacht. Oh, wauw. Ja, hij zit hier, maar dat wordt best kut om even naar boven te gaan dan terug. Ja, dat weet ik. Daarom. Daarom zat ik er zoiets van... Misschien heb jij bommen. Dan moet je gewoon een bom erin gooien. Oh, ik heb bommen. Wacht, heb ik die mee? Nee, kut. Hebben één van jullie bommen? Ik heb granaten. Ja, ik heb er 11. Oké, kom jij... Wacht, geef jij het maar aan mij, dan dump ik het wel. Of je wilt zelf... Oké, met welke muisknop? Rechter. Weet je wat ik ga proberen? Ja. Ik ga ik op... Ik maak even een groot gat, want ze liggen hier boven. Wacht, ik gooi hem wat iets verder. Rano, ik hou mijn granaten bij en dan ga ik die op dat ding beest gooien. Oh ja, granaten, dat gaat ook wel leuk. Oké, jongens, daar gaan we. Oké, go. Daar is die. Daar komt die. Ah, hij is hier al. Oké, sluit even dat gat af, want ik zie dat nu al fout gaan. Iemand, sluit dat gat af hier. Ja, ik heb geen ding in mijn hotbar. Oké, hou hem even bezig. Oké, jongens. Daar gaan we. Oké, succes, jongens. Ja, ik heb Iron Skin Poison gepakt. Hebben jullie die ook nog of niet? Nee, die heb ik niet meer. Dat is moeilijk. Kut. Pak gewoon van die hartjes die de hele tijd op de grond komen. Oké, zover dat je klaar bent. Oké, het gaat lekker, jongens. Het gaat lekker. Nog eentje, er zit nog eentje. Daar hebben we... Was dat hem dan? Nee. Ja, daar gaan we. Oh, kut. Schieten met de boomerang. Of met de boomerang, met de bow. Oh, fuu. Kom op. Ja. Nee, ga weg. Hoeveel levens heeft hij nog? Nog 400. 300. Kom op, 200. 200 nog wel. Ja, kom op, ik ben bijna dood.
Ik ben dood! Yes! Ik was tegelijkertijd dood! Oh. Maar, ik, kon geen potion, ik kon geen potion innemen. Ik druk op hamer, hij deed het niet. Oké, maar ook al ben jij nu dood, dit is echt gewoon een win, jongens. We hebben hem eindelijk, de derde keer, we hebben hem. Kut. Dan stop je het weg. Kut. Nou ja. Ik zoek nergens op, jongens. Yes, wauw. Oké, even kijken. Wauw, we hebben echt veel oor ervan. Oké, kom even terug. Veel oor is te weinig, hoor. Ik heb bijna 2 stacks. Oké, okay, kom even terug. 2 stacks bijna, jongens. Kom even terug, ja. Wat kunnen we er allemaal mee doen? Wauw, we kunnen hier veel mee doen. Maar wacht, jongen. Of, Tommy. Maar nu wacht, je bent ver weg, hè? Ja, oké, dan kom ik wel terug. Maar dan log ik wel even uit, jongens. Dan ben ik zo terug. Maar jongens, het is uiteindelijk gelukt. Dus dan zien jullie zo weer terug in het huis. Gelukt. Ik zet mijn beeld gewoon even uit. Knipt het niet weg, maar... Nee, ik ga dus even wegklippen. Dus tot zo, jongens. Hey. Kijk, dit is maar even zwart scherm. Dus, ja. Guys. Heb jij nog van die gaten, ruggengaten? Heb je dat je die ja, ik heb heel wel. Geven, Kijk. Wat de kerel? Dat is volgens mij je fout. Wauw. Ja, dat is een single player. Ik zag het. Kan je die ruggengraten geven, Jori? Vertebra. Ja, 9 heb ik er nu. De lange wat er nog hoeveel? Ja, wacht. Ik ga weer filmen. Yo. En ik ben er weer. Ja, en ik zie opeens... Wauw, wat? Onder mijn minimap zat er een lavabalkje in plaats van een waterbalkje. Wat? Ja, dat was toen ik joinde. Dus dat er onder mijn map zat er in plaats van die bubbeltjes, zaten van die lava dingetjes. Oké, maar in ieder geval van die wervels, hè. Ik heb er nog 12. Dus aan wie moet ik het geven? Ja, want ik join maar. Eerst even blauw, want dan weet ik aan wie ik het gooi. Oh ja, ik ook. Oké, okay, ik jongens. Heb ze. Ik heb er nu 21. Ik heb nog 7 van deze. Voor jou? Oh. En ik heb nog 2 van deze. Ik heb Blackbird Jester's Arrows gemaakt. Hé, hey, er joined iemand, toch? Nee, toch? Wow. Oké, heeft een van jullie nog oars? Kan je dan even over me heen gooien als ik heb ik al aan jou gegooid. Ik zou als ik jou was eerst een boog voor Vink maken en een pickaxe voor mij. En daarna Jury, zwaarden. Jury, heb jij nog oar? Ik heb niks meer volgens mij. Ja, oké, goed. Nou, laten we maar eens gaan dan. We beginnen met in jou. Wacht, en... pas mij even zelf en dan maak ik een pickaxe. Nee, die heb ik al gemaakt. Oh. Oh, wauw. Oké, ik ga wel gewoon... Oh, wauw, dat ding is nog sterker dan dat ding wat ik heb. Ik heb een murderous en ik heb voor Jury... Heb ik... Oh, wacht. Jij hebt er nog geen... Wie had er nog geen bow, eigenlijk? Ja, die damaged iron bow, maar dat is super slecht. Die is wel een stuk beter, denk ik. Ja. En dan heb ik... mijn pickaxe? Ja, alsjeblieft. Dat is ook de eerlijke. Want die kot, die wil ik echt niet kwijt. Oké, en nu eigenlijk zwaarder. Mag ik zwaarder maken? Oh ja. Ja, ik ga even kijken. Mag ik ze maken? Zullen we daar op zoek naar gaan, of niet? Anders maken we gewoon even allemaal ons... Wacht, we kunnen er maar 2 maken. Hebben we echt zo weinig? Ja. Dan moeten we echt nog wat meer voor doen. Zullen we dan gewoon nog een keer maar pakken? Ach, waarom ook niet? Maar in ieder geval, willen jullie dan een dingen? Een. Weet het? Een Blood Butcher? Of mag ik er eentje maken? Want... Nou, ik maak er gewoon even. Geef die maar aan Vink en voor jou, want ik heb nu die Ice Blade nog even. Dus dan pak ik hem straks, oké? Oké, Jury, wacht toch. Ik heb er 2 in mijn inventory staan. Ik zeg niet wat erop zit voor speciale dingetjes. De ene is slecht, de andere is goed. Er staat er eentje op 9 en eentje op 0. Welke wil je hebben? Ik zou die ene van 8 pakken. Ja. Dan heb je Jordan Ice, maar... Welke wil je? 9. Ja, jammer joh. Kut! Ik koos echt de fouten. Wacht, okay, hebben jullie... Ik wil het eerlijk doen. Oh, deze is alsnog 2 keer zo goed hoor. Oh, okay. Hebben jullie nog shurikens? Ik heb nog... Oh, nog zat shurikens, ja. Ik heb trouwens... Oh, dit ding ga ik innemen de volgende keer als ik tegen hem vecht. Ik heb hier zo'n potion dat ik 20% meer hit met mijn arrows, dus... Oh. Range potion of zo is dat. Ja. Oh, dit is een nice wapen. Ga ik ook innemen, denk ik dan. Oh man, ik ga even kijken hoe dat eruit ziet. Wauw, dit is zo groot zwaard, hè? Hey, maar Tommy, wil jij dan de Undertaker? Want... Wat is de Undertaker? Dat is deze handgun. Even alles bij elkaar doen. Maar ik heb een boog, dus ik weet niet. Ah, dan kies je maar. Ik hoef hem niet. Wacht, zo. Ik ga even alles netjes ordenen in mijn inventaris. Hebben jullie wat geld voor mij? Ik heb hier wel. Ja, ik heb 27 zilver. Ik geef er 2 aan Games en ik geef er 2 aan jou, Jury. Oh, Pekot. Chill. Oh, nice. Want ik wil even wat. Zet ik even de rest in mijn pick. Kunt scopen. Ik ga arrows scopen. Arrows hebben we nog redelijk. Kunnen we arrows scopen eigenlijk? Nee, zeker. Ja, jawel.
Waar dan? Nou, bij deze hier. Nee. Jawel, dan kan je arrows kopen. Wat? Ja. Kijk er dan overheen of zo? Oh ja, inderdaad. Ik denk het ook. Oké, wacht. Maar jongens, ik zou alvast erheen lopen, dan kan ik alvast dat ding maken. Dan kunnen we hem daar nog een keer summonen. Ja, oké, is goed. Wacht, ik ga dan eventjes... Wat ik ook nog niet wist, is... Wooden arrow stacken nu 4 keer zoveel. Wat? Arrow stacken 4 keer zoveel? Oh ja, natuurlijk. Dat klopt. Ja, de stacken nu in per 999 volgens mij. Ik heb weer een defense erbij, jongens. Wauw. Oké, ik ga erheen. Wacht, ik loop er vast heen. Ja, oké, maar is goed. Jury, heb je toevallig nog wat ore of heb je nog geen behoefte aan een nieuwe Ik heb defense? 4 tin bar. Oh, 4? Nee, het is niet genoeg, denk ik. Ja, misschien voor een nieuwe... Nee, niet voor een nieuwe helmet. Ja, ik heb denk 22. Niet dat... Oh, ja, probeer eens iets te maken in ieder geval. En nou, als je nog iets van panzer kan maken, dan moet je maar komen. Sorry guys, ik kwam er net pas achter dat mijn geluid nog van Terraria nog heel hard stond. Dus heb ik even gefixt. Dat heeft geen verschil, dus... Ik heb... Jury, ik heb een raincoat. Wil je er ook een? Een tweede heb ik gekregen. Ja. Yeah. Oké, cool. Zet hem af. Of trek hem aan, bedoel ik. Nee, zet hem op. Hey, zet hem op, hè? Zet hem op, ja, inderdaad. Zo dacht ik eigenlijk. Oké, maar we hebben in ieder geval nu allemaal een bow, allemaal een pickaxe. Twee van ons hebben een zwaard. En we hebben nog wat andere crimson shit, dus het gaat al hartstikke lekker. Maar het enige wat we dus nu eigenlijk moeten doen is één zwaard voor Tommy. En voor de rest gewoon panzer eigenlijk. We moeten echt panzer. Ja, inderdaad, panzer. Dus dat is waar we hierna gewoon voor moeten gaan. Dus Tommy die is waarschijnlijk... Rennen, Kingo. Ja, ik ren maar 5% sneller, ja. Nou, water, niet sneller dan mij. Ik ben er nog niet geweest. Oh, oké. Ik ben nog onderweg. Oké. Nou jongens, dus we gaan nog een keer de brain doen, dan misschien nog een keer de eye, en misschien een keer allebei tegelijk. Dat lijkt me ook wel fucking vet. De eye is fucking easy, guy. Daarom, maar ik bedoel, samen denk ik dat het nog best een enorme challenge gaat worden. Ja, want we de brain nog maar net kunnen. De brain ik ging net dood, gewoon echt kut. Dus eigenlijk doen we het nog een keer voor Tommy, zodat hij het ook de kill echt mooi op dingen heeft. Ook al heet, oh ja, die hebt het op film zeker. Ja, hierna film dat hij dood ging. Gaan we hierna dan de meteoriet vinden. Oeh, ik heb een shackle nodig. Heb je een shackle nodig? Ik heb al een shackle. Ingo, jij hebt toch weinig defense? Oh, ja, inderdaad. Oh, wat heb je gegeven? Een shackle. Plus 1 defense, volgens mij. Ja, dat doe ik in plaats van de depth meter, want die heeft niks speciaals. Oké. Oh, krijg je best wel lag door die sneeuw. Jesper's arrows, wauw, dat zag zo vet uit. Ja, of niet? Mm-hmm. Jesper's arrows. Nou, Jesper's arrows. Kut. Ik heb alleen maar poisons van 50 health. Ja, ik ook hoor, maar daarom bedoel ik, we moeten... Even snel checken, jongens. Hadden we al ergens een... Ja, we hebben al een glowing mushroom biome, dus daar kunnen we eigenlijk terug naartoe gaan als we betere dingen nodig hebben. Waar hebben we die? Maar jongens, ik heb nog even een vraag. Hey, what the fuck, a pigwing? Oh my god, pigwing! Oh, ik wil hem zien. Okay. Maar jongens, wat ik dus even wil vragen. Wat gaan we zo meteen doen? Als we nog een keer de dingen hebben verslagen, misschien nog een keer de Eye of Cthulhu en we hebben wat betere panzer. Wat gaan we dan eerst doen? De jungle vatten? Ja, dat wil ik zeggen. De jungle of de dungeon? Want op zich... De dungeon, die is ook helemaal nieuw. Die wil ik echt graag een keer zien, want daar ben ik nog niet in geweest. Ja, maar ik denk dat we eerst dan even naar de jungle moeten. Of gewoon eerst even helemaal gearen. Ja, inderdaad. Dan even de jungle en dan hopen op de extractinator te vinden. Ja, weet je wat ik eigenlijk denk? We moeten sowieso minen. Dus beter gaan we nog naar de jungle om eerst gewoon te minen / gewoon de nieuwe jungle te ontdekken. Ja, inderdaad. En dan gaan we daarna misschien nog even snel een bos doen. Nog eventjes een oog of zo. Zodat we echt gewoon allemaal een full crimson hebben. Of in ieder geval delen van crimson. Ik zou gewoon hierna eerst naar een meteoriet gaan zoeken. Ja, nee, dat doen we gewoon ondertussen. Als we naar de jungle gaan, dan neem ik aan dat wij een meteoriet tegenkomen. Want zie die spin daar? Ja, ik zag hem ook. Hij zat helemaal te derpen, hij weet niet goed wat hij doet. Hij is aan het derpen, Hij is aan het twerken. Aan het twerken, ja, dat is Tommy. Ja, iedereen, hey, Tommy, dan moet ik trouwens nog even, zeggen. Iedereen vindt dat je hartstikke mooi kan twerken. Echt? Oh, geweldig. Twerking. Dit is volgens mij van Mario, of niet? Ja, dat is van Super Mario Brothers. Mario, Super Mario. Nee, dat is van dat is minigame. Dat wou ik net zeggen, pas op. Je hebt daar ook zo'n minigame van. En dan moet je zo'n dingetje... Yo, ik heb dat ding. Doen of zoiets. Yo, ik heb dat ding. Ja, weet. Ik heb dat ding gemaakt, zo. Ik heb de Bloody Span gemaakt. Ik heb Bloody Spannen. Ja, gaan we hem boven kapot maken? Oké, is goed. Ja, dan hebben we dat ook een keer. Dus ben ik hier voor niks gekomen. Oh,
Ja, jij bent hier eigenlijk voor niks gekomen. Oh, wat de fuur. Ik denk net dat ik door jouw blokjes glitste. Door mijn blokjes? Oh.